Ik ga vandaag naar hoe krijg je grip op de jeugdzorg, een actueel onderwerp wat momenteel in de Raad veelvuldig aan bod komt en wat een grote last geeft op de totale begroting van onze gemeente. En ik hoop daar gewoon meer duidelijk te krijgen waar precies de factoren zitten waar wij een verschil kunnen maken. Ik wil vooral antwoord krijgen op de manier waarop diverse raden, diverse gemeentes zijn omgegaan de afgelopen jaren met de jeugdzorg. En ook vooral de preventie. In onze gemeente wordt daar zeer op ingezet. We hebben een apart beleidsdocument over preventie. En ik hoop te horen wat de ervaringen zijn geweest in de afgelopen jaren bij andere gemeentes. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met te zeggen, effectief jeugdbeleid, dat klinkt als iets wat we allemaal graag willen. En dat is ook een goed streven. Maar het is niet zo maakbaar. Het is een complex werkveld waar je echt wel op in moet zoomen. Wil je dat ook goed en effectief krijgen? En daarin helpt focus. Focus op wat de bedoeling is. En niet zozeer op hoe organiseren we het, hoe gaan we het doen met de hulp. Het gaat er ook eigenlijk om hoe willen we het voor al onze kinderen en hoe gaat het daarmee. Nou, door die vraag te stellen en daar inzicht in te krijgen, kan je eigenlijk een veel gerichter jeugdbeleid gaan voeren. Nou, door met elkaar die resultaten allereerst te bepalen, dus door die ook te richten op de zaken die spelen in je gemeente. Dus bijvoorbeeld als je cijfers hebt die gewoon beschikbaar zijn over hoeveel kinderen een diploma halen, dan kan je daar ook die resultaten op verzamelen en daarover spreken met elkaar. Want juist dat is belangrijk, dat je zegt van dit is wat we bereiken en dit is het resultaat. En wat betekent dat nou? Wat moeten we verbeteren met elkaar en waar zijn we ook tevreden over? Als je het stelsel echt wil vernieuwen en dus kosten wil gaan beheersen, dan zeggen wij bij het Nederlands Jeugdinstituut zijn eigenlijk vier ingrediënten van belang. De eerste is een sterke basis, dus voorzieningen voor alle kinderen, jongeren en ouders. Een sterke preventie, sterke wijkteams en ook als intensieve hulp nodig is, zet dan ook in op hulp met duurzame effecten. Wanneer je merkt als raadslid dat de discussie vooral gaat over hoe in de gemeente de jeugdzorg georganiseerd is en niet over wat je bedoeling is met het jeugdbeleid. Dus wat wil je bereiken in je gemeente voor kinderen, jongeren en ouders en worden die resultaten ook daadwerkelijk bereikt? Dus hoe krijg je inzicht in dat die resultaten behaald worden? Wat ieder raadslid zou moeten weten is dat men moet niet meer denken vanuit de organisatie. Dat is jarenlang zo gedaan in de jeugdzorg. Maar men moet gaan denken in wat willen we bereiken? Wat zijn de doelen die we willen stellen? Dus weg van de organisatie, maar richting doelen. Ik vond het vooral verhelderend om te horen dat je als raadslid ook richting het college vragen mag stellen hoe partijen met elkaar in gesprek zijn. Nou, een tip zou zijn zoek samenhang, want het is natuurlijk een heel versnipperd werkveld en je hebt elkaar nodig, wil je ook echt resultaten bereiken. Dus ga niet zitten op de verschillen, maar zoek verbinding met onderwijs, met sport, andere sectoren, maar ook regionaal en lokaal moet met elkaar een samenhang kennen. Dus zoek die verbinding.